Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Vals bericht omtrent COVID-XBB variant. Surinaamse delegatie bezoekt economische zone India. Nederlandse rechtbank gelast teruggave 19,5 miljoen euro aan Surinaamse handelsbanken. En parlementariër Sharman ontvangt Indiase onderscheiding. Het ministerie van Volksgezondheid doet melding van een vals bericht omtrent de COVID-XBB variant. De technische adviesgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de virus-evolutie van deze variant sinds oktober 2022 onder de loep. De communicatiedienst Suriname sprak directeur Gayadar Sukul hieromtrent. Inderdaad, zo is dat er mensen zijn met griepverschijnselen. We hebben het behalve koorts, soms hoesten, soms lichaamspijn en soms hoofdpijn. Maar wat betreft COVID, wat ik wel weet, is dat er internationaal dat landen alert zijn, omdat er een nieuwe vorm is. Vooral als je kijkt naar in Amerika, waarbij er een snelle verspreiding is van een bepaalde variant, Omicron variant. En die variant die verspreidt zich veel sneller, heeft bij de spike-protein eigenlijk een behoorlijke verandering ondergaan. Maar vooralsnog zijn er geen indicaties dat het om een ernstige vorm zorgt. Maar wij moeten blijven concentreren op de cijfers, de opnames, aantal COVID-doden. En ook moeten we blijven concentreren op de preventieve maatregelen. Ten eerste, Mohana is bekend. Ga niet zomaar in grote menigte. Gebruik je mond- en neuskap, vooral als je symptomen hebt. Dus als je in menigte bent, in een gesloten ruimte, gebruik je mond- en neuskap. Je handen moet je altijd schoonhouden, desinfecteren, wassen met zeep. Omdat dat niet alleen COVID eigenlijk remt in de verspreiding. Maar het beperkt ook een heleboel andere ziektekiemen. Met de verspreiding. Dus dat is belangrijk. Afstand houden als het kan. Dus fysiek contact moet je niet overmatig gaan zoeken. Dat hadden we eigenlijk pre-COVID niet echt in de gaten. Maar het was er altijd. Het was er altijd dat wanneer je fysiek contact hebt, dat je ziektekiemen kan overdragen van de ene persoon naar de andere persoon. Dus daarmee moet men rekening houden. Zodat de verspreiding geen explosieve vormen aanneemt. En als laatste zou ik een ieder willen verzoeken om indien ze niet gevaccineerd zijn, dat ze hun vaccins gaan halen. We hebben genoeg Pfizer-vaccins. BOG vaccineert elke dag maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12, 8 tot half 2 soms. En bij de RGD en medische zending kan men zich aanmelden, zodat ze dan gepland gevaccineerd kunnen worden. Voor de mensen die gevaccineerd zijn, hun boosterprik kunnen ze halen wanneer ze langer dan 4 maanden geleden hun laatste vaccinatie hebben gehad. Al is het hun derde vaccinatie, kunnen ze voor een vierde gaan. En mensen die pas COVID hebben gehad, die kunnen na een maand zich laten beschermen door de vaccinatie. Directeur, mensen met griepgevallen, griepsymptomen, zouden ze moeten testen voor COVID? Vooralsnog hebben we ons testbeleid nog niet veranderd. Iedereen mag zich gaan aanmelden bij BOG en bij Tropkliniek in Geiersleid. Wanneer ze milde symptomen hebben. En wanneer het gaat om ernstige vormen, wanneer ze opgenomen moeten worden, dan wordt dat verplicht gedaan. Dus elk patiënt die opgenomen wordt waarbij de arts denkt aan COVID-19, zal er verplicht getest moeten worden. Dus dat is wel ons testbeleid en dat is nog niet veranderd. Mexicaanse griep is een vorm van influenza, H1N1. En dat was er altijd. Dus althans, H1N1 influenza was er altijd. We moeten met dezelfde maatregelen kunnen we ook H1N1 beperken in de verspreiding.
Dus dat daarom dat we dat ook in acht moeten houden. En verder, voor, net als wat ik zei, de mensen die ernstig ziek zijn, daar worden wel materiaal geselecteerd om verder te onderzoeken. We hebben altijd de mogelijkheid om met onze internationale partners, Nederland, PAHO, om Brazilië, om Frans-Guyana ook, om verder onderzoek te doen, indien dat geïndiceerd wordt. En wat betreft de andere ziektekiemen, ook hetzelfde als het ware. Gewoon de regels volgen? De Mohana-regels, je laten vaccineren en we blijven de cijfers volgen zodat wij tijdig maatregelen kunnen nemen. Een voorbeeld is, moeten we verandering brengen aan onze inreismaatregelen. Voor nu lijkt dat nog niet urgent te zijn. Het OMT die blijft de cijfers volgen, blijft de ontwikkelingen internationaal en nationaal volgen om tijdig het ministerie van Volksgezondheid van advies te voorzien. Tijdens een persbriefing op 10 januari roept het ministerie van Volksgezondheid de bevolking wederom op om de COVID-19-regels na te leven en zodoende een volgende overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen. In de volgende focusaflevering meer hierover. De Surinaamse delegatie, die onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi in India vertoeft, heeft op 10 januari een bezoek gebracht aan de speciale economische zone in de stad Indore. Tevens heeft de delegatie een presentatie bijgewoond en een rondleiding gekregen bij twee bedrijven, te weten de farmaceutische onderneming Milan Laboratories en motorenproducent Cummins India Limited. De Special Economic Zones zijn industriegebieden in India waar soepele regelgeving en vrijstelling van belastingen en heffingen gelden. Dit vrije ondernemersklimaat moet deze gebieden tot economische hotspots maken die als grote motor dienen voor de economie van de rest van India. Milan, die recentelijk vanwege een fusie in Viatris is opgegaan, is een van de meest toonaangevende medicijnfabrikanten ter wereld. Milan is in het bezit van een certificatie voor Europees Medicijn Agentschap, oftewel EMA-certificatie. Het bedrijf is een van 's werelds grootste producenten van ingrediënten voor geneesmiddelen ter behandeling van HIV en AIDS en tevens een van de ontwikkelaars van COVID-vaccins. Cummins India Limited heeft 103 jaar ervaring op industriegebied en is met ruim 60.000 man een van de grootste producenten van motoren voor auto's en machines. De onderneming heeft in 2021 1,1 miljard US-dollars geïnvesteerd in onderzoek en technologie. Zowel Milan als Cummins zetten intensief in op zero waste, waarbij er zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. De Nederlandse rechtbank heeft op dinsdag 10 januari teruggave gelast van de 19,5 miljoen euro aan de Surinaamse handelsbanken. Het geld was in april 2018 in beslag genomen door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, FIOD. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking reageert vanuit India op dit vonnis. We hebben bericht ontvangen van de advocaten uit Nederland die bezig waren met de zaak van Suriname tegen de staat Nederland voor betreft de inbeslagname van 19,5 miljoen euro's zijn de bedragen die door de financiële sector in Suriname waren opgebracht en door de centrale bank werden vervoerd. We zijn blij dat de uitslag positief is, dat dus nu opdracht gegeven is bij wijze van een vonnis aan de Nederlandse autoriteiten. Het Openbaar Ministerie om 1. Het beslag op te heffen onmiddellijk en 2. De 19,5 miljoen terug te geven aan de eigenaar, in dit geval de Centrale Bank van Suriname. We zijn blij omdat dit voor 2 jaar lang ons erg veel zorgen heeft gebaard, omdat ook het gaat om een stukje perceptie over Suriname en onze financiële sector. Met dit vonnis hoop ik dat het vertrouwen sowieso weer terugkomt in de Surinaamse financiële sector, maar dat we ook normaal weer activiteiten kunnen ondernemen via Nederland in termen van geldtransporten. Dus dit is goed nieuws voor Suriname en voor de Surinaamse financiële sector. Het is een
voornamelijk een partnerschap geweest tussen de regering van Suriname, de advocaten en de betrokken banken in termen van voorbereiden tot dit moment. En we zijn blij dat we daarmee ook een bijdrage hebben geleverd aan de financiële stabiliteit in Suriname. Parlementariër Deo Sharman is door de regering van India onderscheiden met de Prawasi Bharatiya Samman Award 2023. Deze erkenning is op 10 januari aan het DNA-lid toegekend. President Chandrika Prasad Santokhi en zijn delegatie zijn deelgenoot geweest van dit moment. De regering van India organiseert deze plechtigheid in samenwerking met de Prawasi Bharatiya Divas om individuen en organisaties te eren voor hun uitzonderlijke prestaties, zowel in India als daarbuiten. In totaal zijn 27 personen uit verschillende delen van de wereld geëerd met de 17e editie van deze prestigieuze prijs. De onderscheidingen zijn door president Drupadi Murmu uitgereikt tijdens de afscheidssessie van de Prawasi Bharatiya Divas vieringen die van 8 tot 10 januari zijn gehouden in Indore, Madhya Pradesh. Deze erkenning is toegewezen aan de ondervoorzitter van de Nationale Assemblée voor zijn werk als politicus. Wij zijn heel trots daarop, want het geeft erkenning aan Suriname en welke bijdrage wij leveren. Aldus minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.